Ja, en het fort heeft naderhand voor mij nog een grote betekenis gehad toen ik besloot die slavenroman te gaan schrijven, Marijn bij de Lorrendraaiers. Want ik vond in de oude doopregisters dat daar ooit een jongen gewoond had, Marijn, en met zijn twee zusjes, en dat zijn vader een beetje dezelfde baan had als mijn vader, hoofd van de troepen. Dus het was makkelijk, dat huis kon ik beschrijven, want het zag er nog net zo uit als toen het in de 17e eeuw gebouwd werd. Ik heb daar toen in dat fort, weet ik dat ik als kind daar lag, dat we boven onze hoofden hoorden we een gegil en een geschreeuw. En we wisten maar niet wat het was. En er was dus een luik in ons plafond. Ja, je lag dan in bed en met een klamboe natuurlijk. En dat ik het alles tegen mijn vader gezegd had. Maar ja, die was altijd zo van geen flauwekul en niet bang zijn. Tot hij het op een avond zelf hoorde. En toen heeft hij zei, oh, dat zijn daar boven die zolders. En nou liepen er in het fort altijd ontzettend veel wilde katten. Er was al gif tegen gestrooid en weet ik veel wat, maar dat hielp niet. En toen heeft mijn vader 3 van zijn mannen, heeft hij daar die zolders opgestuurd. En die waren vanuit de tijd van de West-Indische Compagnies, liepen die zolders over die hele kant van het fort, die liepen door, want daar werd het graan bewaard. Nou, ik herinner me nog dat 2 van die mannen die die zolder opgestuurd werden, die waren behoorlijk donker, maar die kwamen zo ongeveer grijs van ellende terug. En die meldde mijn vader, die zei, nou wat daar boven aan de gang is, dat zijn die wilde katten en ratten. En we weten niet wat de ratten en de katten zijn, want ze zijn allemaal even groot. En dat was dus het geluid wat ik steeds boven mijn hoofd hoorde, want wij zaten bijna aan het eind van die ene kant van het fort en daar remden ze af als ze elkaar hadden. En dan maakten ze de draai en renden weer terug. En dat heb ik later bijvoorbeeld opgenomen in de dagen van Olim. Dus allerlei kleine, ogenschijnlijk onbelangrijke gebeurtenissen zijn later een grote rol in mijn boeken gaan spelen. En wat mensen wel eens zeggen, ja, dat moet je verzonnen hebben. Nou, dat is dus niet zo. Daarnet heb ik gezegd van, ja, in het begin zaten we toch erg opgesloten in dat fort. Maar toen ik daar eenmaal zo'n half jaar of 3/4 jaar woonde, toen trok ik er gewoon weg op uit. Natuurlijk voornamelijk overdag, want ja, ik wilde die Punda in met al die winkeltjes en die muziek. En er was een straat en die noemden wij het Moordenaarstraatje. Ja, zo heette die niet, maar zo werd die door de politiemannen van mijn vader genoemd. En daar ging ik alleen op ontdekkingstocht. En het leuke was, er zaten dus de rijke winkeliers. En die waren natuurlijk erg afhankelijk van politievergunningen. Dus overal kreeg ik bedeltjes of een armbandje, weet ik veel wat. Maar iedere week liet mijn vader door de oppasser mijn kast leeghalen. En waar heb je dat vandaan, waar heb je dat vandaan? Terug naar die winkeliers, geen omkoperij. Maar ik werd er wel slim van, want ik zei, geef me maar snoep. Nou, dat vindt hij tenminste niet meer terug. Punda betekent punt, Otrobanda betekent andere kant. En daar zat mijn school, dus toen hoefde ik alleen de Pontjesbrug over. En van de school uit, als we naar de mis gingen, dan liepen we naar de kathedraal. En dat was door de Conscientiestegen, allemaal hele nauwe stegen. Maar dat was dus een stadsgedeelte, ook uit de 17e eeuw. Het was namelijk zo dat bijvoorbeeld de ambachtslieden en de slaven die zich vrijgekocht hadden, die vestigden zich in Otrobanda. Dat was dus echt een middenstand. En in Punda, daar woonden vaak dus de regeringsmensen, daar woonden de rijken, ook de Joodse kooplui in Scharlo, daar stond de synagoge. He, dus dat was altijd een beetje chiquer. Dat zijn twee hele verschillende stadsgedeeltes. Ik herinner me wel dat ik zo benieuwd was van hoe wonen onze dienstmeisjes nou. Nou, die woonden meestal in de knoekel, dus die kwamen met een busje kwamen ze naar het werk. Maar op een gegeven ogenblik hadden we een dienstmeisje en die woonde in Fleur de Marie. Fleur de Marie was een heuvel. Als je de haven binnenvaart, dus aan je rechterhand. En daar stonden ook allemaal houten huisjes. En de trap, dat was gewoon in het rots uitgehouwen treden. Waar er zwierven honden en varkens. Er was in onze tijd geen waterleiding. Er was geen closet. Dus er kwam er echt nog zo'n poepwagen, die kwam er langs. Of vrouwen met van die blikken poep op hun hoofd. Die dat dan voor 's ochtends 4 uur ergens weggegooid moesten hebben. En er kwam dus ook altijd zo'n, soms met een ezelwagentje of soms met een bus, met zo'n grote ton met water. En daar konden de mensen dan water halen. Dus die tijd heb ik echt nog meegemaakt. Nu is dat Fleur de Marie, er staat daarboven ook zo'n groot heilig hartbeeld. En dat staat er echt zo met van die uitgestrekte armen van over wat kan ik het helpen. En nou, tegenwoordig is een van de pijlers van de hele hoge brug over de Annabaai, die staat met zijn ene poot in Fleur de Marie. Ik heb een boek over die buurt geschreven, gewoon een straatje. En dat is mijn herinnering aan eigenlijk de enige buurt waar ik met een dienstmeisje mocht komen. Want ja, we gingen natuurlijk wel het eiland rond, maar dat was dan altijd met mijn moeder en dan moesten groenten gekocht worden of zoiets dergelijks. Maar echt alleen met een dienstmeisje mee, dat gebeurde heel weinig. Er werd ook gezegd dat mijn vader zijn dochters helemaal verkeerd opvoedde, dat dat niet hoorde.